Judith, voor mij ben jij rolmodel. Kijk, als jij natuurlijk wel in Amerika was, was je ook rolmodel. En waarschijnlijk veel bekender dan hier. Wat ik zo mooi vind aan jou, Judith, is je mindset. Het is ruim, het is groot en je noemt jezelf privileged. Maar daar heb ik nog bedenkingen bij, of dat ook daadwerkelijk zo is. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Je kan het wel zeggen, maar ik betwijfel het. Je hebt wel je kansen gepakt. Zeker, dat is waar, denk ik. Ja, ik denk als ik het heb over privilege, dan zit daar een soort van wel besef in. Van weet je, wacht, omdat ik heel veel heb mogen reizen. Ja. Wacht even, je bent wel in Nederland geboren. Hè? Ja. Daar heb jij niets voor hoeven doen. Je had wel geluk. Het had ook in India kunnen zijn. Precies. Dan had het er anders uitgezien. Dus ik ben hier geboren en wij hadden hier een goed schoolsysteem. Al toen ik opgroeide. Ja. Dus ik heb daar gebruik van mogen maken. Ja. Dat betekent niet dat je er niet voor moet werken. Je moet er wel keihard voor werken. En het moet dus ook een drive in je zitten. Ja. Ik weet ook wel dat mijn ouders dat zeiden. Van weet je, jij wil iets, dat zie je. En dat zeiden mensen ook. Ik wist nog niet precies wat dat dan was. Maar ik kon dat wel in dat schoolsysteem wat we dan hier hebben, kon ik dat wel tot uiting laten komen. En heb ik daar ook langzaam in kunnen groeien. Oh, fantastisch. En dat is privilege wel. Want dat moet je maar krijgen. Dat klopt. Maar dat wil niet zeggen, privilege betekent niet dat je inderdaad niet hard moet werken of dat je er niet dingen voor moet laten. Ja. Want ik weet ook dat ik op mijn kamertje in een boek zat, terwijl vriendinnetjes dingen deden met vriendjes en buiten waren en uitgingen en andere dingen deden. Ja. Hè? Ja. Terwijl ik dan een onderzoek had of iets moest doen voor school. Precies. En dat ik die keuze dus ook wel maakte. Ja. En dat deed ik zelf. Dat was intrinsiek. Dat deden mijn ouders niet. Er zat geen druk op. Dat deed ik zelf. Kijk, en dat maakt natuurlijk wel dat ongeacht, Dan ga ik het even wat platter slaan. Ja. Ongeacht wat je wil bereiken, het wordt nooit geserveerd op de silver platter. Nooit. Je zal altijd daarvoor moeten werken. Ja, zeker. En dat vind ik dan zo inspirerend, dat wij wel in een land leven. Ja. Waar als jij iets wil bereiken, iedereen je bijna steunt. Alle hulpmiddelen er zijn. Ja. Dus ongeacht of je wel of niet kan leren, is altijd een weg voor je. Ja, precies. Dat is waar. Maar het is wel afzien. Ja, zeker. En het is eigen ownership. Het is ownership. Je moet het zelf doen. Je moet wel denken van oké, ik heb wat tegenslagen. Oké, en hoe ga ik dat dan nou oplossen? Yes. Want ik heb het dan gekregen, de mogelijkheden. En nu moet ik er iets van maken. Ja. Wil ik er ook iets van maken? Of vind ik het zo ook wel goed genoeg? Ja. Keuze. Keuzes. Je hebt ontzettend veel keuzes. Keuze. Ja. Maar tegelijkertijd zei je ook in ons gesprek hiervoor, misschien zijn er te veel keuzes waardoor mensen verlammen. Ja, precies. Ik denk zeker dat dat wel een nadeel is aan een rijk land. Ja. Wij hebben heel veel mogelijkheden, maar wat dan dus ook gebeurt, is dat mensen daardoor verlamd raken of ook wel verwend raken. Ja. Dit weet jij ook. We hebben heel veel dames in Nederland die parttime werken. Dat heeft tot gevolg dat ze afhankelijk zijn en blijven van hun partner, ook financieel afhankelijk zijn van hun partner. Voor hun pensioenen later heeft dat gevolgen. Mm. En dat zijn dingen waar wij eigenlijk, omdat het toch zo goed gaat, niet zo bij stilstaan. Ja. Dat heeft dus een keerzijde. Klopt. Dus je kunt de keuze maken om inderdaad niet te gaan studeren. Om te beginnen kan je dat doen. Twee, je kunt de keuze daarna maken om wel een studie te hebben gedaan, maar daarna er niet al te veel mee te doen. Maar dan heeft dat consequenties. Ja. Wil je dat? Wil je die keuze maken? Ja. Of denk je, weet je, ik wil dat op een andere manier. Ja. Moet misschien ook op een andere manier. Ja, weet je ook wat ik mooi vind in dit geheel? Als de keuze maar bewust is, Judith. Ja. Als je weet, als je de afweging hebt gemaakt van, hey, als ik dit kies, dan zijn dit consequenties. Maar dan op het moment dat het consequenties er zijn, moet je het ook volledig omarmen en achterstaan. Ja, en niet dan zeggen van het is nu anders. Ja, maar precies. Wij komen natuurlijk wel helemaal terug bij jou, want wij zijn nog niet eens bij de introductie beland, weet je wel. Wij zijn al in de materie gedoken. We hadden meteen al een leuk gesprek. Meteen, het was gewoon als een fire. Ja, heel Je volgt een zeldzame opleiding, heel technisch, chemische opleiding voor een vrouw. Nog steeds zijn er niet zoveel meisjes die de opleiding volgen. Nee. Maar hoe lang duurde de opleiding overigens? Dat is dus standaard duurt die 4 jaar. Mm. Maar dat, in de praktijk wordt dat 6 jaar. Mm. Ja, dus dat duurt 6 jaar. En hoeveel meisjes waren bij jou in de klas? Nou, ik zat daar eens even over na te denken. Maar ik vermoed in mijn groep dat het er 1 was op dat moment. Ja. En die dame heeft het volgens mij ook zelfs niet afgemaakt. Dus uiteindelijk was ik denk ik de enige van de groep die overbleef in dat stukje. Ja. Nou,
Hoe komt het nou, want dat is de grote vraag tegenwoordig, hoe komt het nou dat jij wel zo'n opleiding volgt, wat eigenlijk een jongensopleiding is? Ja. Wat was de trigger voor jou om dat te doen? Want als ik dit kan verpakken en verkopen, hebben wij goud. Dan kunnen we andere meisjes ook stimuleren om te doen. Helemaal eens. Ja, ben ik eens mee. Nou ja, kijk, dat is dus wel een beetje lastig. Want ik zeg dan ook geluk gehad. Ja, is waar. Nou, ik denk wel, dus daar hadden we het even in het voorgesprek over. Ik ben denk ik een zeldzaam eigenwijs persoon. En ik heb dus iets in mijn hoofd. En dat had ik blijkbaar dus ook al toen ik tiener was. Ik heb dan iets in mijn hoofd. Ik wil met teams werken, over de wereld, iets creëren, iets bouwen, iets neerzetten. En dan kom je wel aan de technische kant terecht. Want dat doet een ingenieur. Die bouwt iets, die maakt iets. Ja. En ook, dat is dan een beeld van die grote bedrijven, waar ik dus ook voor heb mogen werken. DSM en Shell. Wat ik heel erg gaaf vond, waarmee je grote dingen kunt bouwen, kunt maken voor mensen die waarde hebben. Het verschil maken. Dus het verschil maken. Ja. En er zit zeker een stukje, daar hadden we het net over, daar haalde jij er eigenlijk wel goed uit. Er zit een stukje uitdaging. Ik wist dat dit een hele zware studie was. Het was eigenlijk de zwaarste studie, zal ik eerlijk zijn, die ik kon bedenken. En daarom wilde ik hem dus ook gaan doen. Jij bent een thrill seeker ergens. Thrill seeker, dat zou ik toch ook weer niet willen beweren. Intellectueel wel, denk ik. Ja. En ook risico wel. Ik ga risico wel aan. Niet fysiek, helemaal niet op die manier, maar mentaal denk ik wel, ja. Dus precies. Ik zoek de uitdaging dan. Ja. En de prikkeling. Mm-hmm. Ja, dat biedt zo'n opleiding, biedt dat. Ja, ja. Maar terwijl ik daar zat, zag ik natuurlijk wel tussen de jongens. Ik was, om te beginnen was ik dan al een vrouw. Dat doen ze overigens helemaal niet moeilijk over. Dat vond ik ook helemaal geen probleem. Helemaal niet. Precies. Een hele fijne omgeving. Ja. Helemaal geen probleem. Mm. Maar meer, je ziet natuurlijk wel, je bent anders. Want ook technische mensen zijn vaak communicatief veel minder sterk. Kunnen veel minder verbindenissen leggen. Sensitiviteit is ook niet een van hun sterke punten. En ik had dat, om een of andere reden, had ik dat dus wel. Mm. Ik had het allebei. Ik kon ook talen goed en ik kon techniek goed. Dat heb je inderdaad niet veel, maar ik had dat wel. Maar daarbij dan ook wel niet de behoefte om echt een specialist te worden. Hè? Dus ik vind echt ingenieur leuk. Ja. Maar om mij nou alleen te laten bouwen, dat dan ook weer niet. Ik vind het dan leuker om iets te scheppen, neer te zetten. Yes. En vandaar dus ook de behoefte om daar dan bedrijfskunde of zo bovenop te zetten. Of aan vast te bouwen. Dus ik kom zo daarop terug. Maar het helpt dus niet om aan jou te vragen, hoe zorgen we ervoor dat meer jonge vrouwen dit gaan doen? Want het is zo intrinsiek. Het is zoiets wat je voor ogen had. Je had een veel grotere wereld in gedachten voordat je überhaupt begon aan je studie. Ja, maar toch heb ik wel een antwoord op jouw vraag van hoe kunnen we dat voor jonge mensen doen? Want het had voor mij natuurlijk ook zeker wel geholpen als er wat mensen tegen mij hadden gezegd. Hey, wat leuk dat jij dat gaat doen. In plaats van, nou, dat is toch geen studie voor jou. Zou jij niet iets heel anders met mensen of zo gaan doen? of wil je geen gezin of kinderen? Ja. Of dat soort vragen worden jonge meisjes gesteld. Ja. En nu nog steeds. Ja, absoluut. Zeker, jonge meiden krijgen dat. Terwijl als er dan iemand zegt van, nee, wacht eens even. Heb jij interesse in techniek? Gaat het jou goed af? Vind je het interessant? Wil je dingen bouwen? Ja. Fantastisch, dan stimuleer ik dat. Ja. Ik ga je helpen, ik ga je steunen. Ik ga wel mee met je na die open dag. Ja. Dan kun je zien hoe dat op die TU nou gaat. Precies. Ik help je een beetje, weet je? Ja. Ik steun je een beetje. Ja. Dat zou wel degelijk helpen. Want dat gebeurt, weet je, ons speelgoed in Nederland, dat is een beetje wat ik wel eens vaker zeg. Ik weet niet of het op dit moment zo is, maar je loopt, daar ben ik ook dus ook een tijd expres niet meer geweest, je loopt de speelgoedwinkel binnen. En links is het roze, dat is dus bedoeld voor de dames, voor de meisjes. En rechts is het meer technisch. Mm. Nou ja, wat nou als we dat dus zo niet moeten doen en als we dat moeten mixen? Mm. Want als je een meisje ook niet laat zien, prikkelt. Ja. Van, hoe zit dat nou in elkaar? Vind jij het niet leuk om te weten hoe die DVD-speler werkt? Ja. Haal het eens uit elkaar, kijk eens even wat er dan beweegt. Dan wordt ze ook niet geprikkeld. Ja. Dan wordt het ook meteen huis, kinderen, andere dingen. Ja. Dat is misschien ook niet zo verstandig. Daar ben ik wel met je eens. De prikkeling mag er meer zijn. Ja. De prikkeling mag er zeker zijn om de technische kant iets meer te ontdekken. Het hoeft niet meteen een stempel te hebben. Want er zijn allerlei stempels worden geplakt. En ik heb hou nou die stempels weg. En wat nuttig is voor haar. Want weet je, het zou fijn zijn als ze de stopcontacten iets met zou kunnen doen. En dat het ook helemaal oké is en normaal is. Dat ze niet eens iemand erbij hoeft te halen. Precies. Dat zou ook een goed begin zijn. Ja. Dus de noodzaak is eigenlijk denk ik nog relevanter dan ooit geweest. Ja, vind ik wel. Maar ik dacht gelijk, de speelgoedzaken. Ik moest het net visualiseren. Ik dacht, precies zo. Goed dat je dat weet, by the way. Ja. Maar nu ga ik natuurlijk wel met je verder. Want op een gegeven moment, ik snap natuurlijk wel de privilege. Het lijkt voor de buitenwereld, de privilege. Want dan kom je bij, je kwam eerst bij DSM terecht. Ja, klopt. En met jouw opleiding kom je natuurlijk wel, ben je zeer begeerd, kom je in een toppositie terecht.
Is dat zo? Of moet je dan vanaf scratch gaan werken? Ja. Nee, zeker wel. Ze doen moeite om je binnen te halen. Yes. Ja, kind of. Want ze hebben hele lange lijsten van mensen die ze dan op de lijst hebben staan. Dus je staat daar tussen, wel 1000 mensen die daar binnen willen komen om te beginnen. Hè? Dus zo makkelijk gaat dat niet. En daarna zit je dus als toch wel weer, in dit geval dan, een van de enige vrouwen. Mm-hmm. En ook tot zelfs bij Shell, hè, was ik de enige vrouw op mijn level op een aantal andere namen. Maar heel weinig. Hè? Ja. Dat heb je dan wel. En wat zorgt dat voor? Ik geef daar nooit nadruk aan. En ik benoem dat ook niet in de bedrijven. Want je zoekt je weg op een positieve manier. Precies. Maar natuurlijk krijg je opmerkingen. Ja. Kan jij niet? Is niks voor jou? De vraag die mij zo vaak gesteld is terwijl ik internationaal werkte. Van wat vindt jouw man daar nou van? Dat jij zoveel weg bent. Ja. Wordt in Nederland gevraagd. Hè? Ja. Dus geen Amerikaan die mij dit zal vragen. Want die zegt van goh, wat leuk, wat interessant. Wat ben je aan het doen? En precies. Oh, hoe zie je The dat? Curiosity. Curiosity. Ja. Wat vindt jouw man daar nou van? Nou, Arjen lacht zich te pletter. Ja, ik vind daar niks van, want het is een idiote vraag. Oh, leuk. Helemaal waar. Ja. Dus dat is een goede reactie, dat vind ik dan ook. Ja. Nee, maar dat is dus natuurlijk voor iemand die nog... Kijk, nu weet je, ben ik 51 bijna, weet ik natuurlijk wat meer hoe de hazen lopen. Maar dan ben je jong, dan weet je dat helemaal niet. Dan laat je natuurlijk wel intimideren door dat soort gozers die dan dat soort opmerkingen maken. Ja. Ja. En het is dan fijn als er wat mensen zijn, en die had ik, die dan een beetje kijken. Dus mijn baas ging op een afstand, oude wijzige manier zeg maar, die ging op een afstand een beetje naar dat jonge meisje, stel ik mij dus zo voor, staan kijken. En dacht van, nou, dit is best leuk, die heeft iets. Ja. Laat ik dat eens een klein beetje helpen. Oh, die zegt dat ze ambitieus is, die zegt dat ze een studie wil doen. Weet je wat, ik ken wel wat mensen, laat ik eens even kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. Dus die helpen, mentoren. Ja. Ja. Dat kan een man zijn en dat kan een vrouw zijn. Maakt niet uit. Nee. Wie het dan ook is. Ja. Maar iemand die daar... Die bereid is, hè? Die helpt. Ja. En die een bepaalde kijk heeft. Een bepaalde... Ja. Ik denk ook een bepaalde... Want wat ik heel veel hoor is... Iedereen wil zijn eigen positie veiligstellen. Dus ze gaan de anderen niet helpen. Ja. Weet je, als je daar doorheen bent... Ja. Dan heb je tenminste nog een leven. Dan is het verder brengen van iemand... Die ook ziet dat de wereld beter moet. Anders moet... Ik zie geen ander doel zelfs. Nee. Dat is het doel van leiderschap. Het enige doel. Ja. Dus je zit daar niet voor je eigen positie. Helemaal niet. En dat had die meneer dus ook heel goed door. Die wist natuurlijk veel meer van smart, dan ik. Hij was een smart guy. Maar je zit daar niet voor je eigen positie. Je zit er juist alleen maar om anderen verder te brengen. Wat zeg ik dan tegen mensen? Wat denk je dat leiderschap is? Dat is juist leiderschap. Ja. Het heeft niets met jezelf te maken. Behalve dan dat je ziet dat je een rol kunt spelen in dat proces. Precies. Ja.